Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen snel, die helpt. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. Hallo, 6 VWO Wiskunde A. Welkom bij Wiskunde met meneer Snel. Vandaag bespreken we het examen 2022 tijdvak 2. Dat was een aardig examen. Dus laten we maar even gaan kijken. Eerste examen. De datum en de tijd hebben ze er niet boven gezet. Dat wisten ze nog niet, denk ik. 22 vragen, dus veel vragen. 79 punten, veel punten. Maar toch veel vragen. Formuleblad. En dan beginnen ze op de volgende pagina met het touwpunt. En dan zeggen ze... als je op een zomerse dag glaslimonade op tafel zet, kan het glas binnen de kortste keren aan de buitenkant nat zijn. Het komt door waterdamp en dat slaat neer, dat heet condens. Condens ontstaat als de temperatuur van het glas lager is dan het zogenaamde douwpunt, de temperatuur waarbij waterdamp uit de lucht condenseert. Het douwpunt in graden Celsius is afhankelijk van de luchttemperatuur en de luchtvochtigheid en kan berekend worden met formule 1. Nou kijk eens even goed naar die formule. Het douwpunt is dus dit. Dan moet je hier keer g doen en daar min g. En dan hier hebben ze een formule voor g. En daar zitten diezelfde getallen in, die 17,27 en die 237,7. En hier een ln van r gedeeld door 100. En wat aardig is aan deze formules, is dat als de relatieve luchtvochtigheid 100% is, dan is de ln hier gewoon 0. Dan blijkt dat het douwpunt gewoon gelijk is aan de luchttemperatuur. Dus dan krijg je altijd condens. Dat komt door die rare structuur van die formules. Dat je dus hier diezelfde getallen hebt, maar dan op een net iets andere manier. Dus als je het leuk vindt, dan kan je gewoon eens deze term gelijkstellen aan 0. En dan die g invullen. En dan reken. En dan zul je erop uitkomen dat dd gewoon gelijk is aan l. In dat geval. De schappen had ook een som kunnen zijn van het examen. Else luchttemperatuur in graden Celsius en R de relatieve luchtvochtigheid tussen 0 en 100. Maar 0 mag niet, want dan doet de ln het niet. Hoewel de eerste condens eerder ontstaat, is het condens pas goed zichtbaar als de temperatuur van het glas minimaal 3 graden Celsius onder het touwpunt ligt. Ja, dan zeggen ze op een dag is de luchttemperatuur 23 graden Celsius en de luchtvochtigheid 65%. Op tafel staat een glas limonade. Het glas heeft een temperatuur van 12 graden Celsius. Onderzoek of er dan goed zichtbare condens op het glas ontstaat. Nou, laten we dan eerst maar eens eventjes formule gaan invullen. We moeten natuurlijk die TD uitrekenen, maar daarvoor moeten we G weten. Dus we gaan eerst even G uitrekenen. G is gelijk aan 17,27... keer de luchttemperatuur, dat was 23 graden Celsius, gedeeld door 237,7 plus de luchttemperatuur, plus de ln van de luchtvochtigheid in procenten, gedeeld door 100, dus als het 65% is, is het gewoon 0,65. Dat toetsen we even in de grafische rekenmachine. Dus laten we het met de breukknop doen. 17,27 keer 23, dan gedeeld door 237,7 plus 23. En dan moet daar nog bij de ln van 0,65. En dan heb ik het verkeerd gedaan, want er moest een plus tussen. Dus dat gaan we nog even doen. Zo, ins kun je dan doen. Hier, second del en dan plus. Dan kan je die plussen gewoon tussen proppen. En dan kom je uit op 1,09 nog wat. En dat ga je niet helemaal opschrijven, want als je het helemaal gaat opschrijven en je doet het fout, hè, dan gaat er misschien wel een punt vanaf. Dus schrijf het gewoon zo op. En in je rekenmachine stop je er bijvoorbeeld in G met sto, alfa en dan de tangensknop. Dan krijg je een G. Dit zit nu in de G. Dus als ik nu dat douwpunt ga berekenen, die TD, met deze formule. Dan kan ik het in de rekenmachine gewoon intoetsen met die G. Dus dan doe ik 237,7
keer 1,09 puntje puntje gedeeld door 17,27 min die 1,09 puntje puntje puntje. Oké, dus op de rekenmachine ziet dat er heel anders uit. Dan doe je dat met die g, dus dan zeg je van nou 237,7 keer die g gedeeld door 17,27 min die g. En dan kom je uit op 16,05. En dat is dan het dauwpunt. En de temperatuur van het glas moest minimaal 3 graden Celsius lager zijn. Dus nou, kijk. Het dauwpunt is dit. De temperatuur van het glas is dit. Dus het verschil is 4,05. Als we toch eenheden gaan opschrijven, laten we het overal doen. Dit is groter dan 3 graden Celsius. Dus er ontstaat goed zichtbare condens. En zorg ervoor dat je altijd de vraag beantwoordt. Hè. Dit is verplicht. Als je dat laatste stukje niet hebt, dus er ontstaat goed zichtbare condens, kost het gewoon 1 van de 3 punten. Dat is jammer. Oké, som 2. Een hoge luchtvochtigheid is oncomfortabel. Maar dat heeft ook te maken met het dauwpunt. Hoe zit dat dan? Nou, als het dauwpunt heel hoog is, dan is het ernstig onaangenaam. En dan wordt het minder onaangenaam de hele tijd. Dit is zeer comfortabel, maar ja, als het toch onder de 10 is, dan is het wel aan de droge kant. Maar dat is nog steeds beter dan ernstig onaangenaam, maar wel een beetje aan de droge kant. Oké, de zomer van 2018 was in heel Europa erg warm. Bij een hoge luchttemperatuur is het dauwpunt ook hoog. En dan wordt de luchttemperatuur dus als onaangenaam ervaren. In Nederland liep de temperatuur op tot 33 graden Celsius en in het zuiden van Spanje zelfs tot 46 graden Celsius. Dan moet je airco hard werken. In Nederland werd de maximumtemperatuur als zeer onaangenaam ervaren. Terwijl in Spanje de veel hogere maximumtemperatuur dankzij een lage luchtvochtigheid als enigszins onaangenaam werd ervaren. We rekenen de minimale luchtvochtigheid in Nederland bij een maximumtemperatuur in de zomer van 2018. Geef je antwoord in hele procenten. Oké, jongen. Nou, dus in Nederland was het zeer onaangenaam. En bij zeer onaangenaam hoort een dauwpunt tussen de 24 en de 26, waarbij 24 wel meedoet en 26 niet. Nou. Je moet weten dat als het dauwpunt laag is, is de luchtvochtigheid ook lager. En wij moeten de minimale luchtvochtigheid berekenen, zeggen ze hier. Dus dat betekent dat we moeten uitgaan van die 24 graden Celsius. Dus dan krijg je het volgende. Dan krijg je die TD. Die moet 24 zijn. En we hebben een formule voor die TD, namelijk die met die G erin. Hè. Dus dan krijg je dat 24 gelijk is aan 237,7 keer G gedeeld door 17,27 min g. En dan moet je dat oplossen. Dat kan je op twee manieren doen. Je kan het algebraisch doen. Je kan het zien als twee breuken en dan kruisingsmenigvuldigen. En dan krijg je een lineaire vergelijking, los je g op. En dat moet je ook kunnen in het geval dat dit een variabele is. Dan zeggen ze dit is dd en zeggen ze maak g vrij. Dan moet je dat bij wiskunde A gewoon kunnen. Maar zodra het een vergelijking is met getallen, en hoef je het nooit algebraisch te doen. En in dat geval raad ik mijn leerlingen aan om het gewoon op de rekenmachine te doen. Want dan is de kans op fouten gewoon kleiner. Dus tenzij je heel erg graag dingen algebraisch doet, dat meestal niet het geval is bij wiskunde A, adviseer ik je om het gewoon met calc-intersect te doen. Dus dat ga ik nu doen. Die 237,7 moet keer die g. In dit geval dus x, hè, want we zijn op de rekenmachine. Dus dit is i1. En dit is I2 met x in plaats van g. Zo, dan heb ik het netjes opgeschreven. 17,27. Die 2 blijft vaak hangen op een of andere manier. Min de x dan. En dan moeten we gaan kijken wat x dan is. Nou,
Die 24, hè, die zie je niet in het standaard window. Dus laten we de X-max eventjes wat ophogen tot 30. En dan gewoon, of nee, de I-max natuurlijk. En dan kijken of we wat zien. Dat is de 24. En dat is onze TD. Nou, dus ik zie een mooi snijpunt. Dus dan zeggen we calc intersect geeft. ...1,58 nog wat. Oké, die gaan we even opslaan. Dat is namelijk onze G. Dus die ans die we hier hebben gehad, deze... ...die stoppen we met sto in onze G. Zo, dan kunnen we daar nog mee verder werken straks. Dus G is 1,58 puntje puntje. Goed, nu hebben we dus die G... maar ze willen weten wat de luchtvochtigheid was. Dus dan moeten we ook nog even kijken naar het tweede deel van die formule. Want daar staat G is 17,27 keer L gedeeld door C237,7 plus L plus de LN van R gedeeld door 100. Dus we hebben die 1,58 puntje, puntje, puntje. Die moet gelijk zijn... aan 17,27 keer de luchttemperatuur. En dat was 33 graden, toch? Kijk, heb ik dat goed onthouden? Ja, veel te warm in ieder geval. Gedeeld door 237,7 plus L. En dat is ook weer die 33. Plus de ln van r gedeeld door 100. En die r die willen we weten. Ja, dit kan je natuurlijk weer met calc intersect doen. Maar ik vind het leuk om het even zonder calc intersect te doen. Dus ik ga eventjes dit ding brengen naar de andere kant. En dan reken ik hem ook meteen even uit. Dus dan zeg ik de ln van r gedeeld door 100... is gelijk aan die 1,58 puntje, 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 min deze zooi. Dus dat is 17,27 keer 33, gedeeld door haakje openen. De teller is maar één term, dus daar hoef je geen haakjes te gebruiken. Maar de noemer bestaat uit twee termen, dus dat moet je wel met haakjes doen. En als je niet wil nadenken over wel of geen haakjes, dan moet je met de breukknop doen. Dat is 2,10 of zo, oké. Nou, en dan doen we dus die G. De G. Min de ans. En dan heb je hier 0,52 nog wat. En hoe kreeg je die ln dan weg? Nou ja, dan deed je aan beide kanten e tot de macht. Dus dan doe je hier e tot de macht ln r gedeeld door 100. En dan krijg je r gedeeld door 100. En aan deze kant doe je e tot de macht min 0,52. Dus dat kunnen we doen. E tot de macht ans. En dan krijg je dit. 0,59 puntje, puntje, puntje. En dan moet je dan een keer 100 doen. En afronden op hele. Hè? Het staat in de som dat het op hele moet. Dus dan kom ik uit op... 59%. Maar ze zeggen in de som dat je de minimale luchtvochtigheid moet uitrekenen. En bij 59% doet hij het net niet, want dit was 59,3. Dus dan in dit geval moet je dan zeggen dat het 60 is. Dus je rondt hier niet af volgens de regels, maar volgens van hey, 59 doet het net niet. Dus we maken er 60 van. Oké. Okay. Dan gaan we naar de volgende som.
In de winter zetten de meeste mensen hun verwarming op 20 graden. Vroeger wel. Bij een vaste luchttemperatuur van 20 graden Celsius kan Formule 1 herleid worden tot bla bla bla. Laat deze herleiding zien. Oké. Dus we hebben een luchttemperatuur van 20 graden. Dus dan hebben we die formule voor die G. En de formule voor de G, moeten we nog even oplepelen. Dat was 17,27 keer de luchttemperatuur. Maar in dit geval is dat dus 20. Gedeeld door 237,7. Plus de luchttemperatuur. Plus de ln. Van R gedeeld door 100. Oké. Okay. Nou, dan laten we dit dan even uitrekenen. Even terug naar de som. Dus 17,27 keer 20. Gedeeld door. Haakje openen. 237,7 plus 20. En dan heb je hier 1,33 nog wat plus de ln van R gedeeld door 100. Oké. En dan moeten we dat invullen in die andere formule die we hebben. Alleen je ziet hier dat ze alleen maar de ln van R hebben en niet meer die 100. Dus is er misschien een rekenregel als je ln hebt van een gedeeld door, om dat op een of andere manier los te halen. Dus laten we even kijken in het formuleblad. Hier is het formuleblad. En het formuleblad zegt dat als je een log hebt met een willekeurig grondtal. Dus ln is gewoon een log met grondtal e. Dus deze regel geldt ook voor ln. Heb je inderdaad als je iets deelt, dan krijg je de ln van het bovenste min de ln van het onderste. En het lijkt me leuk om dat ook alvast te doen. Dus dan krijg je 1,33 puntje puntje plus de ln van R min de ln van 100. En ja, dit is een getal. Dit is een getal en die kan je alvast samen nemen. Dus dan krijg je ans min de ln van 100. En dan kom je dus uit op dat G is gelijk aan de ln van R min 3,27 puntje puntje. Dat is G. Maar dan moeten we die TD berekenen. En die TD, dat was een of andere moeilijke formule met G. Dus we gaan even kijken naar die formule. Dat is die 237,7 keer G. Oké. Maar die G, dat was dus LNR min 3,27 puntje puntje. Oké. En aan de onderkant kreeg je 17,27 min G. Dus 17,27 min de ln van R min 3,27 puntje, puntje, puntje. Oké, nou zijn we al in de buurt van wat zij willen dat we opschrijven. We zijn er al aardig dichtbij. Behalve ik zie even. Oh jee. Oké. Kijk op de rekenmachine. Dit heb ik niet goed uitgerekend. Hè? Want kijk, ik heb hier 3,27, maar zij hebben 3,265. Dat komt omdat ik iets verkeerd heb ingetoetst. Namelijk bij het berekenen van dit ding ben ik hier die 7 vergeten. In de formule. Dus 17,27. Maar ik heb gewoon met 17,2 gerekend. Dus ik moet terug in mijn rekenmachine. Zo. En dan gaan wij hier 17,27 van maken. En dan heb je een net iets groter getalletje. Zie je dat? En als je dan doet min de ln van 100. Dus dit is 1,34.
100. En dan kom je uit op min 3,26 nog wat. En dat is iets wat meer lijkt op wat zij hebben. Dus ik maak hier gewoon eventjes een 6 van. En hier ook. En hier ook. Goed. En nu gingen we het vergelijken met wat zij hebben. Zij hebben hier die 237 keer ln van r min die 3,26 puntje. Nou, dat hebben wij afgerond op 3 decimalen ook. En aan de onderkant hebben ze hier nog 20,535 min ln. En hoe hebben ze dat gedaan? Nou, ze hebben deze haakjes uitgewerkt aan de onderkant. Dus je doet die keer min en die keer min. En dan krijg je aan de bovenkant dus je 237,7 keer de ln van r min 3,265 afgerond op 3 decimalen. Dat komt goed uit. Nu ik mijn intoetsfout heb verbeterd. En aan de onderkant zou ik willen uitkomen op 20,535 afgerond. Dus laten we even kijken. Dus we hebben die 17,27. En min keer min is plus. Dus dat wordt plus dat antwoord. Maar in de rekenmachine staat hier nog een min. Dus ik doe min ans. En dan kom ik uit op 20,535. Oké. Okay. Min de ln van r. Nou, en nu heb je dus hun formule. In de winter, zeggen ze, is de luchtvochtigheid in huis vaak aan de lage kant. Als de luchtvochtigheid lager is dan 30%, is dit schadelijk voor de gezondheid. Oeh. In een huiskamer met een luchttemperatuur van 20 graden blijkt het dauwpunt 3 graden Celsius te zijn. Kijk, even in de tabel kijken. 3 graden Celsius. Dat is aan de droge kant, zie je dat? Had het net al over. Onderzoek met behulp van formule 2 of de luchtvochtigheid in deze huiskamer schadelijk is voor de gezondheid. Oké, okay. Dus we moeten de luchtvochtigheid berekenen. En we hebben als gegeven het dauwpunt. Nou ja, dan willen we dus dat dit 3 is. En dan is de vraag, wat is R? Nou, dit is iets wat je ook exact kan, als je dat graag wil. Namelijk gewoon kruisingsvermenigvuldigen. En dan kan je die L en R vrijmaken. En dan doe je e tot de macht, dan heb je hem. Maar laten we het met de grafische rekenmachine doen. Dus we gaan zeggen, I1 is 237,7... keer de ln van x min 3,265 gedeeld door 20,535 min de ln van r en onze i2 is dan 3. Oké, okay, dan gaan we helemaal intoetsen. Het is een beetje een vervelende formules om elke keer maar in te toetsen in de grafische rekenmachine. Niet echt een leuke som om mee te beginnen, maar ja, wie weet wat er nog meer komt. Misschien zeggen we achteraf van, oh, dat viel best wel mee, die eerste som. De ln van x, vervelende getallen de hele tijd. 3,265. Oh, ik heb een 6 te veel. Zo. Oké. Okay. En aan de onderkant 20,535. Min de ln van x. En dan moet er uitkomen 3. Goed, nou de relatieve luchtvochtigheid is gevraagd. De relatieve luchtvochtigheid zit tussen 0 en 100. Hè, dus laten we de x gewoon lopen van 0 tot 100. Dan weten we zeker dat we iets in beeld krijgen. En die i, ja, ik wil die 3 in beeld hebben. Dus als we hem laten lopen van 0 tot 6, krijgen we de 3 mooi in beeld. Nou, wat gebeurt er dan? Krijgen we een grafiek. Dat is de grafiek. En daar is de 3 bijna. Dus dan gaan we kalk-intersecten. Dus terwijl de rekenmachine daarmee bezig is, schrijven we even op. We doen kalk-intersect. Geeft. X is...
Dat is 32,46. En even kijken hoor. En dan zeggen we van ja, hey, dit is groter dan 30. Dus de luchtvochtigheid is niet schadelijk. Luchtvochtigheid is niet schadelijk voor de gezondheid. Gelukkig maar, hè? Maar het is wel aan de droge kant. Dat moeten we niet vergeten. Goed, nou, kijken wat het examen ons nog meer brengt dan dit hele verhaal over douwpunten en alles met die verschrikkelijke formules. Scootjesielen. Elk jaar vindt in Friesland het Scootjesielen plaats. Dat zijn zeilwedstrijden met oude vrachtschepen. Twee organisaties die organiseren dat, de SKS en de IFKS. Nou, hartstikke boeiend. Voor het jaarlijkse SKS-kampioenschap worden 11 wedstrijden gezeild, waaraan 14 scootjes meedoen. Voor elke wedstrijd krijgen de scootjes punten in volgorde van aankomst. De winnaar krijgt 0,9 punt, nummer 2 krijgt 2 punten, nummer 3 krijgt 3 punten, enzovoort. Zie de tabel. Nou, oké, dat geloven we wel. Dus de winnaar krijgt een beetje raar puntenaantal. Maar alle anderen die krijgen steeds een punt meer. Hè. Dus kennelijk is het hier zo dat als je weinig punten hebt, dat je dan wint of zo. Hè. Hoe slechter je het doet, hoe meer punten je krijgt. Meestal is het andersom. Het maakt natuurlijk niet uit. Je kan het ook omdraaien op een of andere manier. Dat zou een leuke vraag zijn voor het examen. Van, stel je voor dat ze willen dat je met veel punten wint. Hoe zou je dan een puntentelling ontwerpen waarbij je precies dezelfde resultaten krijgt als hier? Leuk om over na te denken, maar dat gaan we nu niet doen. Na afloop van de 11 wedstrijden wordt er voor elk scootje het slechtste resultaat geschrapt. De punten van de overige 10 wedstrijden worden per scootje bij elkaar opgeteld. Scootje dat dan de minste punten heeft, is kampioen. Oké. Onderzoek of het theoretisch mogelijk is dat elk scootje in de eindstand een geheel aantal punten heeft. Nou, oké. Als je kijkt naar die tabel, dan zie je dat zolang je niet wint, heb je sowieso een heel aantal punten. Dus dat is een saai geval, maar dat moet je wel even benoemen. Dus als je nooit eerste wordt, dan heb je altijd een heel aantal punten. Maar goed, het kan natuurlijk ook zijn dat je wel eerste wordt. Er is altijd een winnaar. En als je nou 10 keer winnaar bent, hè, dan heb je dus in totaal 9 punten. Hè. 10 keer 0,9. 9, dat is geheel. Ook geheel. Maar ja, dan moet een ander scootje moet dan ook nog een keer winnen. Dus, en dan krijg je automatisch die 0,9. Hè, want het slechtste resultaat wordt geschrapt. En die 0,9 is het beste resultaat. Wat je kan doen is 11 keer winnen. Dan wordt er 1 geschrapt. En 1 winst. Welke is niet helemaal duidelijk. Want de slechtste. Maar in dit geval is er niet echt een slechtste. Dus dan ga ik er maar vanuit dat ze gewoon een random ding gaan weghalen. 1 wordt geschrapt. Dus ja, dan heb je inderdaad ook 9 punten. En dat is geheel. Dus ja, een beetje aparte puntentelling. Laten we het daarbij houden. Oké. De afmetingen van de deelnemende scootjes zijn niet identiek. Maar toch een eerlijke wedstrijd van te maken, wordt voor elk scootje het maximaal toegestaan aan zeiloppervlak berekend. Dat is wat ze dan mogen gebruiken tijdens de wedstrijd. Dus als je, ja, in ieder geval afhankelijk van hoe groot je bootje is, mag je dus niet meer dan zoveel zeil gebruiken. In eerste instantie rekenen de SKS met de formule van Amels. Formule Amels. Maar deze formule is in het jaar 2000 aangepast en opnieuw aangepast in 2016.
Oh, leuk formules. Nou, dit zijn in ieder geval een beetje makkelijke formules. Gewoon lekker lineair en zo. S is het maximaal toegestaande celoppervlak in vierkante meter. L de lengte van het scootje. B de breedte en D de diepgang. En allemaal in meters. Je hoeft niet te weten wat het allemaal is in deze som. Maar ja, ik heb de neiging om het even te schetsen. Dus dit is een bootje. Ja. Zo, en dit is het water. En de lengte, dan kan je er wat bij voorstellen. Hè. Dat kan je natuurlijk al. Jullie kunnen deze schets ook gewoon zelf maken. Dit is de lengte. De diepgang lijkt mij van hoe ver je hier onder water zit. Dus dat zal dit wel zijn. Dat weet ik niet eens zeker. En de breedte, ja, kan je in dit plaatje niet zien. Maar dat is hoe breed die is. Dus de B, die kun je hier niet zien. Goed. De invoering van Formule 2000 had tot gevolg dat elk scootje hetzelfde percentage extra zeil mocht hebben. Bereken het percentage extra zeil dat elk scootje van Formule 2000 mag hebben ten opzichte van de formule van AMLs. Geef je antwoord in hele procenten. Nou, oké. Okay. Dus, dan moet je dus, dan, je hebt dus een hoeveelheid zeil volgens AMLs. En dat is die 1,90 keer L keer B plus 2D. En we hebben de formule S2000. En hoeveel zeil je krijgt als je die formule gebruikt, dan heb je hier die 2,15. Nou, wat je opvalt is dat... Die is hetzelfde, die is hetzelfde, is allemaal hetzelfde. Het enige verschil is dit. Dus als je wil weten hoeveel procent het meer is, dan kun je die 2,15 delen door die 1,9. Dan krijg je hoeveel keer zo groot het is. Dan krijg je de groeifactor. En dan kun je dan een toenamepercentage van maken. Als je dat niet ziet, had je ook gewoon getallen mogen invullen voor B en D en L. En dan had je gewoon nieuw met oud kunnen doen. Was ook goed geweest. Maar ja. Ik denk dat dit een inzichtelijkere methode is. Dus we berekenen eventjes die voorfactoren. Gedeeld door elkaar. En dan krijg je dit. En dan dat is dit getal. En dan moet je dan een percentage van maken. Dus dat is op hele natuurlijk. Hè. Dus dat is 13% meer zeil. Heel eventjes kijken of zij dat ook hebben. Niet allemaal onzin aan het verkondigen ben tegen jullie. Dat het zou vervelend zijn. Ja, oké. Okay, nou, leuk is dat. Goed. Eén van de scootjes. Een van de scootjes. Ik had persoonlijk, had ik hier zo'n streepje opgezet. Dat vind ik taalkundig niet helemaal netjes wat ze hier hebben gedaan. Een van de scootjes, makkelijk om kritiek te hebben op andermans werk, hè. Een van de scootjes is 17,13 meter lang en 3,57 meter breed en mag volgens Formule 2000 maximaal zeiloppervlak van 160,2 vierkante meter hebben. Bereken hoeveel vierkante meter zeiloppervlak dit scootje volgens Formule 2016 meer mag hebben dan volgens Formule 2000. Geef je antwoord in 1 decimaal. Dat moeten we dan maar uitrekenen. We moeten het allebei maar uitrekenen en dan kijken hoeveel het ene meer is dan het ander. Dus we hebben bij som 7 hebben we de S van de formule 2K 2000. En dat is 2,15 keer L 17,13. 17 meter en 13 centimeter lang. Dat hebben ze wel super nauwkeurig gemeten. He, terwijl zo'n scootje is van hout gemaakt. Dat kan al krimpen en uitzetten afhankelijk van de temperatuur en zo. Ik denk dat het een beetje ambitieus is om daadwerkelijk op centimeters nauwkeurig dit te gaan lopen doen. Maar goed, dat mag natuurlijk wel. Keer, je hebt natuurlijk wel een soort schijnprecisie. Heb je dan schijnnauwkeurigheid, moet ik zeggen. En sommige mensen vinden dat erg fijn. Eigenlijk zit er gewoon een onzekerheidsmarge in natuurlijk. Maar je kan moeilijk een onzekerheidsmarge hebben in de hoeveelheid zeil die je mag gebruiken. Want dan moet je bovenin die marge gaan zitten of juist niet.
Zie, allemaal in discussies die niet interessant zijn. Oké, dus. We hebben dus hier die breedte en dat is 3,57. En die diepgang, die weten we niet. Dus die diepgang zal wel niet belangrijk zijn. Je kan ook zien dat die in die twee formules dat die dezelfde rol speelt. Als je het met elkaar gaat vergelijken, valt hij eruit. Maar we laten hem er gewoon in staan en dan kunnen we gewoon zien aan het eind die eruit valt. Dus 2 keer D. Oké. Dus de hoeveelheid zeil. Oh ja. Hè? Wacht eens even. Die D valt eruit. Dus het maakt helemaal niet uit hoeveel zeiloppervlak je hebt. Maar in de formule is het maximale zeil, in de som is het maximale zeiloppervlak wel gegeven. Zij willen dat je die D gaat lopen uitrekenen. Terwijl die dat niet toe doet, volgens mij. Oké, nou weet je wat, ik ga het gewoon op mijn manier doen. Die hele 160,2 vierkante meter, die gaan we lekker niet gebruiken. En dan gaan we kijken of we toch goed uitkomen. Dus dan krijgen we, dan moeten we de haakjes even uitwerken. Dan krijgen we dus die 2,15 keer 17,13, weer die walgelijke getallen. Keer die 3,57. Dan kom je uit op 131,48 nog wat. Dat slaan we even op in A. Ik weet niet of we er nog wat mee moeten, maar we slaan het gewoon even op. Zo. En dan hebben we ook nog die 2,15 keer 17,13 keer 2. En dat is 73,659. Keer die D. Oké, nou dan hebben we ook de S van die 2016. En dat is, die formule is anders, want de breedte telt op een andere manier mee. Dus dan die vullen we ook in. Dus dan heb je hier die 2,15. Dat is hetzelfde en dat zorgt ervoor dat die D eruit gaat vallen. Het is eigenlijk best wel een rare som dat ze het zo vragen. Misschien hadden ze het oorspronkelijk gevraagd zonder die 160,2 en toen dachten ze van nou weet je, het is misschien een beetje te moeilijk om die leerlingen zelf te laten raden dat D er niet toe doet. Dus toen hebben ze maar een D gegeven. Dat zou kunnen dat ze dat zo hebben gedaan. 2/3 keer die breedte, 3,57 plus 1,25 plus 2D. Oké. Dus nou, dit gaan we dan ook uitrekenen. Dus dan krijg je hier, laten we dit eerst even doen. En dat doen we dan keer dit. Dus dan doen we 2/3. Keer 3,57. Keer, of plus 1,25. Even, dat is 3,63. Hey, dat komt mooi uit. Oké. En die 3,63 doen we dan keer deze zooi. Dus dan doen we 2,15 keer 17,13 keer die 3,63. Oké. En dat is 133,69 nog wat. En dan hebben we ook nog plus. Ja, dan krijg je die 2,15, 17,13 keer 2D. Dat is die 73,659D. Maar als je gaat kijken naar het verschil tussen deze dingen. Dus je doet de S 2016 min de S van 2000. Dan vallen deze dingen tegen elkaar weg. Dus dan hou je alleen over die 133,69 puntje min de 131,48. Dat kun je uitrekenen. Dan doe je min die A, weet je nog? We hadden het in A gezet, die 131. En dan kom je uit op 2,20977. Dus het is 2,2 vierkante meter. Dat hebben zij ook. Dus grappig, je hebt bij deze som die hele diepgang van die boot gewoon niet nodig.
En zij geven dat niet als mogelijk antwoordmodel. Zij zeggen van je moet eerst die D berekenen en dan moet je het invullen. Maar als je goed hebt gekeken naar de structuur van die formules, dan zie je dat die D er eigenlijk helemaal niet toe doet. Best wel grappig, best wel raar dat ze dat op deze manier vragen. Maar goed, zo zit er in elk examen ook weer iets bijzonders. Oké, voor het IFKS-kampioenschap worden andere regels gehanteerd voor het maximale toegestaande zeiloppervlak. Hier wordt gebruik gemaakt van de volgende formule, bla bla bla. S is zeiloppervlak, L de lengte, B de breedte en de hele diepgang zit er niet eens in. Oké. Voor een scootje met een breedte van 3,52 meter en een diepgang van 0,42 meter geeft formule 2016 van de SKS een zeiloppervlak dat 25 vierkante meter groter is dan het toegestaande zeiloppervlak volgens de formule van de IFKS. Bereken de lengte van dit scootje, geef je antwoord in meters en in 2 decimalen. Oké. Nou. Dus laten we even de gegevens opschrijven die we hebben. We hebben de breedte. En de breedte is 3,52. We hebben de diepgang. En de diepgang is alleen belangrijk voor de SKS en niet voor de IFKS. Oké. En dan geeft de formule van de SKS, dus die S 2016... Die geeft hetzelfde antwoord als die S, maar er zit 25 bij. Dus die S 2016 is die formule van de SKS. En deze S, de losse S hier, dat is deze. Dus nou, dan als je dit gaat invullen, dan krijg je een vergelijking. Dus we beginnen met die S 2016. Wat was het ook alweer? Nou, dat was 2,15... keer L, L weten we niet, keer 2 derde keer de breedte, plus 1,25, plus 2 keer de diepgang, 2 keer 0,42, en dit moet gelijk zijn aan die nieuwe formule, namelijk 3,2525 min 0,05 keer L keer de breedte. En dat was 3,52. Oké, nou dit is een kwadratische vergelijking in L. En we kunnen hem gewoon intoetsen zoals hij hier staat. Dan kunnen we ook geen rekenfouten en schrijffouten maken verder. Dus dit wordt dan I1 en dit wordt I2. Met als opmerking dat die L dan de X is. Of je hebt een rekenmachine die gewoon wel met een L kan werken. Dat kan ook, maar dat doet deze niet. Dus 2,15 keer de L, maar dan de X. Keer tussen haakjes 2 derde. Keer 3,52. Plus 1,25. Plus 2 keer 0,42. Nou, dat kan ik uit mijn hoofd. Dat is 0,84. Zo. En dan die andere formule. Dan krijg je hier die 3,2525. Min 0,05 keer die x. De lengte. Keer de lengte. Keer... en dan die breedte weer, dat is die 3,52. Oké. Nou, dan moeten we een window kiezen. Hè. Dat zo'n scootje zal, de lengtes die we hier in de som hebben gezien, hoe lang waren die? Oh, er staat hier toevallig een scootje, heeft altijd een lengte tussen de 12 en de 20 meter. Oké. Nou, weet je wat, dan gebruiken we dat gewoon volgens window. Je mag het eigenlijk niet gebruiken, maar als het alleen maar voor je window gebruikt, komt niemand erachter. En dat zeiloppervlak, dat was iets van maximaal 200 of zo, hadden we gezien. Dus laten we kijken wat er gebeurt als we dit gelijk stellen. Dit is de formule S 2016. En dit is die andere formule.
waar die 25 dan zomaar bij zit. Het ziet er niet uit alsof die 25 erbij zit, hè? Ben ik misschien vergeten om die 25 erbij te tellen? Ja, ik ben vergeten die 25 erbij te tellen. Hier moet die 25 erbij. Want die formule moet hoger beginnen. Hè? Dus die heb ik gewoon fout ingetoetst. Hier moet nog 25 bij. Want de S2016 formule geeft een oppervlak dat 25 vierkante meter groter is dan de IFKS. Dus IFKS plus 25 geeft de S2016. Oké, nog een keer proberen. Dit is een mooie lineaire formule. En dit is dat kwadratische ding die gaat afbuigen. En dan gaat hij snijden net voordat hij buiten het window is. Dus dan doen we calc intersect. Calc intersect geeft. En dan zegt hij x is 10, 18, 18,52. Dus L is 18,52 meter. Oké, dan. Een scootje heeft altijd een lengte tussen de 12 en de 20 meter. Nou, dat hadden we stiekem al gebruikt. Maar niet echt, alleen maar voor het window. Bij een vaste breedte van het scootje geldt hoe langer het scootje, dus de grootte van het maximaal toegestaande zeiloppervlak. Dit is echter niet meteen duidelijk te zien in de formule van de IFKS. Om dit aan te tonen. Kun je een vaste waarde voor B kiezen en daarna laten zien dat de afgeleide DSDL van de formule van IFKS positief is. Som 9. Kies een vaste waarde voor B. En stel hiermee de afgeleide op toon aan zonder een schets te maken dat voor een scootje de afgeleide van de formule van IFKS positief is. Oké, dan moeten we die formule nog maar even gaan opschrijven. Wat was het ook alweer? Oh ja, 3,2525 min 0,05L keer L keer B. Nou, B mag geen 0 zijn, want dan is de hele formule 0, dan kun je niks meer aan zien. Dus dan ligt het voor de hand om B gewoon gelijk te nemen aan 1 of zo. Huppakee. Dan is de formule dit. 3,2525 min 0,05L keer L. En dit willen we dan differentiëren. Dus dat kan je twee manieren doen. Je kan een productregel gaan toepassen, maar je kan ook eerst even de haakjes uitwerken. Ik denk dat dat makkelijker is. Dus dit is de S-accent. Of zoals het in het examen graag zeggen DSDL. Maar ja, is overbodig, want er zit nog maar één variabele in. Is dus 3,2525. Min 0,1 keer L. En dit ding, dat is lineair, zie je dat? En je ziet dat die eigenlijk ook best wel eens een keer negatief zou kunnen worden. Want als die L groot genoeg is, hè, dan wordt dit groter dan dat. En dan zit een minteken, dus dan gaat het niet goed. Maar we moeten juist aantonen dat die positief is. Maar gelukkig staat er in de tekst dat die L tussen de 12 en de 20 meter ligt. Dus we kunnen ze allebei even invullen. Dus dan doen we S accent met 12. En dat is 3,2525 min 0,1 keer 12. Nou, dat is groter dan 0. En als je datzelfde spelletje speelt met 20, dan krijg je die 3,2525 min 0,1 keer 20. En dan gaat er dus 2 van af, hè? En dat is ook groter dan 0. Dus dat betekent dat bij die toegestaande lengtes is dit ding hartstikke positief. Dus dat is leuk. Beetje ver gezocht, maar kan wel. Goed, dan gaan we kijken naar het volgende ding, de Waalbrug. De Waalbrug is een verkeersbrug die Nijmegen en Lent met elkaar verbindt. In figuur 1 is een schematische tekening van de Waalbrug weergegeven. Hierin zijn de rechthoekjes de pijlers van de brug en is de horizontale lijn het wegdek. Ja, de Waalbrug heeft 5 bogen.
In 4 zit er een geheel onder het wegdek. De middelste boog, de zogenaamde hoofdboog, heeft een boven- en een onderrand. De onderrand komt tussen de punten A en B boven het wegdek uit. Ja, dat kun je ook zien in het plaatje. In figuur 1 is het wegdek als X-as genomen en gaat de Y-as door de top van de hoofdboog. Voor de onderrand van de hoofdboog kan de formule worden opgesteld. Oké. Hierin zijn x en y meters. Breken de afstand van het wegdek tussen de punten A en B geef je antwoord in gehele meters. Goed, dus we hebben zo'n boog. We hebben een wegdek. Dat snijdt elkaar. En dat wegdek, even kijken hoor. We moeten even kijken welk asstelsel ze eigenlijk hebben gebruikt. Kunnen we dat zien? X en Y zijn in meters. Oké. Oh ja, in figuur 1 is het wegdek als X-as genomen. Dus Y is 0, dat is de hoogte van de weg. Dat moet je realiseren. Dus dit zit bij Y is 0. Dus eigenlijk wil je gewoon de snijpunten berekenen van min 11 plus 38,6 keer de sinus. Van pi gedeeld door 224 keer x plus 122. Ja, dus dit zit bij 0. Midden. Staat ook gewoon in het examen trouwens. En we willen dat dit 0 is. Nou, laten we dit eens doen met kalk-intersect. Dus dit is I1. En I2, ik doe het met kalk 0. Dan zeg ik kalk 0. Geeft. Wat geeft kalk 0? Nou, dan moeten we het eerst die hele zooi invullen. Dus dan krijg je min 11 plus 38,6 keer de sinus van pi gedeeld door 244 keer x plus 122. Zo. En dan moeten we even een leuk window kiezen. De periode van die sinus van die sinusoïde zal wel iets zijn met 400, hè? Want het was 2 pi gedeeld door de periode. Dus als we nou gewoon dit laten lopen van min 200 tot 200 of zo. Kijk, zo. Ik dacht dat ik met window bezig was, maar dit is nog de y is. We gaan naar het window. Dus x loopt van min 200 tot 200. Laten we dan kijken hoe het er dan uitziet. En die y, dat was de hoogte van die boog. Nou, hij begon bij min 11. Hè? Is dat zo? Nee. Hij kan misschien nog wel lager beginnen. Maar dat doet hij niet. Min 11. Hallo. Ik ben een filmpje aan het opnemen. Ja, dat kan. Ja? Ik had een vraag over de schoolvoorstel van. Oké, dat zullen we dat. Ik weet niet precies hoe lang dit duurt. Ik ben nu bij vraag 10 van het examen. Kom je altijd even langs de personeelskamer? Is goed, ik kom zo wel even kijken. Is goed, tot dan. Oké, doei. Kijk, dit is natuurlijk niet de hele sinusoïde. Die sinusoïde gaat zo verder. Alleen die brug zit alleen maar vanaf hier. Dus dat zie ik niet echt super duidelijk in de som staan nu. Maar ik denk dat als we i min 11 nemen, dat je dan sowieso wel redelijk uitkomt. Nou, dan heb je die min 11 plus die 38,6. Dan gaat die stuk omhoog, ongeveer 40 omhoog of zo. Dus dan komt hij niet boven de 30 uit. Dus zo zou ik hem redelijk mooi in beeld moeten krijgen. En dan moeten we die snijpunten berekenen hier. Dus dan doen we second. I1 hier, left bounds, right bounds, en dan krijg je hier min 99,55. En ja, het is symmetrisch, dus dan krijg je ook
99,55. En dan moet je dan, wat mee. Dus moet je keer 2 doen eigenlijk. Hè? Dus die x hier. Dit is het antwoord. Het zit ook in ans, toch? Ja, dat doe je keer 2. Dan vergeet je het minteken. En dan zeg je van nou, dan doe ik dus 2 keer die 99,55. En dan kom ik uit op een lengte van 199 meter. Moest het in meters nauwkeurig? Antwoord in gele meters. 199 meter. Dus nou, dat is best wel veel. Goed, som 11. De formule van de bovenrand wordt verkregen door formule 1 in verticale richting te herschalen met factor 1,17 en vervolgens met 1,87 omhoog te schuiven. Met behulp van de formules voor de boven- en onderrand kan de verticale afstand tussen de boven- en onderrand van de hoofdboog worden berekend. Bereken de verticale afstand tussen de boven- en onderrand in het hoogste punt van de hoofdboog. Geef je antwoord in meters en in 1 decimaal. Oké, ze zijn heel erg van in meters en zoveel decimalen. Dat is de tweede keer dat ik dit terug zie komen in het examen. Wat een bemoeial. Ze kunnen ook gewoon zeggen, bereken het in decimeters nauwkeurig of zo. Maar goed. Ja, dus we hebben de onderboog. En die heeft als formule min 11 plus 38,6 keer de sinus van pi gedeeld door 224... keer x plus 122. En daarmee gaan wat dingen gebeuren. Hij wordt namelijk in verticale richting herschaald met factor 1,17. Dus dat hele ding, dat gaat keer 1,17. Dus dan krijg je 1,17 keer min 11 plus 38,6 keer de sinus van pi gedeeld door 244 keer x plus 122. Dat zijn 3 haakjes sluiten. En dan moet hij ook nog 1,87 omhoog geschoven worden. Oké, nou. Kijk, die top zit bij x is 0. Dus eigenlijk hoef je hier alleen maar x is 0 in te vullen en daar x is 0 in te vullen, dan weet je het verschil. Maar ik denk dat het ook leuk is om heel even te kijken wat er gebeurt als we dit uitrekenen. Want er gebeurt er nog iets grappigs. Dus we gaan dit even uitrekenen. 1,17 keer min 11. De min toets ik lekker niet in. Dat is 12,87. Dus min 12,87. Plus die 38,6 keer die 1,17. Dat geeft 45,162. En die sinus verandert verder niks aan. Dus dat schrijf ik even zo op. En dan tellen we er ook nog die 1,87 bij. En wat er dan gebeurt is dat dat beginpunt hier, zeg maar, een soort van beginpunt, dat zit weer bij die min 11. Want min 12,87 plus 1,87 geeft weer onze min 11. Oké, okay. Keer de sinus van die zooi die er altijd in staat. Oké, okay, dus dit is de formule van de bovenste boog. En dan willen we de top weten, dus dan moeten we 0 invullen voor x. Dus in de laagste boog, dus noemen we even SO, de onderste boog, dus min 11 plus 38,6 keer, die sinus is gewoon 1, hè, als je het hoogste punt invult. Het hoogste punt van de sinus is 1. Dus dan krijg je dit. Min 11 plus 38,6. Kom je uit op een hoogte van 27,6 meter. Dat is best wel veel. En voor die bovenste boog hebben we dus de formule min 11 plus 45,662 keer die 1. Dus dan hebben we, ja, die min 11 doet er dus niet zoveel toe voor het verschil, hè. Zo, dan kom je uit op 34,162. En het verschil daartussen, dat is wat ze vragen. Dus krijg je die 34,62 min 27,6
En dan kom je uit op 6,6 afgerond. 6,6 meter. Oké. Nou, net als de hoofdboog bestaan de andere vier bogen uit een halve periode van een sinusfunctie. Voor de boog direct rechts van de hoofdboog kan een formule worden opgesteld in de vorm ix ax plus b keer de sinus van c keer x min d. Hiervoor zijn de volgende gegevens van belang. De pijler is 7 meter breed. De boog begint direct naast de pijler op 11 meter onder het wegdek. Het hoogste punt van de boog raakt het wegdek. Het wegdek dat boven de boog ligt heeft een lengte van 95 meter. Stel de formule op voor de boog direct rechts van de hoofdboog. Oké. In hetzelfde asverstelsel natuurlijk. Hè? Even een schetsje maken. Dit is de x-as. Dit is 0. Hier zit die top. Dan heb je hier die 122 meter. Dat is het einde van de hoofdboog. En dan heb je daar 7 meter bij. Dus dan heb je hier 129 meter. Hier begint ons ding. En ons ding begint... Dat doet zoiets. Het is een beetje een kleine schets. Hij begint hier op een hoogte van min 11. Het is een halve sinusoïde. En dat wegdek dat was 95 meter. Dus hij stopt weer bij 129 plus 95. Dat zit bij 224. Ja, nou, oké. Deze sinusoïde doet dus eigenlijk dit, hè. En dat betekent dat de periode is 2 keer 95. De periode is 95 keer 2 is 190. En de evenstand, het was een halve periode, is min 11. Dus nou, dan kun je gaan zeggen van wat alles is. A was de evenstand, min 11. B is de amplitude. Nou, hij komt hier precies onder dat wegdek uit. Dus dat is inderdaad gewoon 11. C is 2π gedeeld door de periode. Dus het is gewoon π gedeeld door 95. En D, dat was de x-coördinaat van het beginpunt. Hè? X-coördinaat. Van beginpunt. En beginpunt is bijvoorbeeld dit punt. Dus, maar dat was 129. Dat hadden we net uitgerekend. Dat was die 122 plus 7. Dus nu kunnen we de formule opschrijven. I is min 11 plus 11 keer de sinus van pi gedeeld door 95. Keer x min, de x-coördinaat van het beginpunt, dat was 129. Dus zie hier de formule van dit boogje. Oké. Weer, oh jee, de vogelsom. De bonte vliegenvanger is een trekvogel die in de lente en zomer in Nederland broedt en in Afrika overwintert. Wat interessant. In Nederland nam het aantal bonte vliegenvangers aan het eind van de 20e eeuw af. Daarna namen de aantallen weer toe. Zie de figuur. Aantallen worden gegeven als percentages, waarbij het aantal in 1990 op 100% gesteld is. Ja, dus gewoon indexcijfers. Alleen dat woord indexcijfers, dat vinden ze eng. En als je geen economie hebt, dan is dat misschien ook wel eng. De relatieve aantallen zijn gewoon percentages zonder het procentteken. De relatieve aantallen bonte vliegenvangers per jaar ten opzichte van 1990 zijn in de figuur weergegeven met stippen. Ja, in de figuur is door middel van een stippenlijn een kwadratische trendlijn getekend. Deze trendlijn bereikt een minimum van 81% in 1998 en is daarna stijgend. Ook na 2008 heeft deze trend zich doorgezet, zeggen ze hier. De formule voor de trendlijn kan geschreven worden als bla bla bla. Hierin is 2 het aantal bonte vliegenvangers als percentage van het aantal 1990. T de tijd met in jaren met T0 1998 en C een constante. In 2015 was het werkelijke aantal bonte vliegenvangers 50% hoger dan in 1990. Oké, we rekenen met behulp van de figuur de waarde C in de formule en onderzoek vervolgens of het werkelijke aantal bonte vliegenvangers in 2015 in overeenstemming met de formule was. Oké,
Dus som 13. 2 is c keer t kwadraat plus 81. En we moeten een punt van de trendlijn invullen. Nou, heeft de trendlijn een mooi punt wat we kunnen invullen? Ja, hier hè. Hier gaat hij heel mooi zo door het roosterpunt heen. Je kan dan zeggen van ik ga die proberen in te vullen of die... Deze kun je ook doen, maar dat is gewoon het spiegelbeeld. Dus 2008 en dan moet er 100 uitkomen. Nou, t is 0, dat was 1998, sorry. T is 0 is 1998, dus het jaar 2008, dat hoort bij t is 10. Wees t is 10, hoort v is 100. Dat was dat roosterpunt wat we hier zagen. Ja. Die. Dus ja, nu kan je dus die waarde voor t en die uitkomst invullen. En dan kan je berekenen wat c is. Dus dan krijg je c keer 10 kwadraat plus 81. En we willen dat het 100 is. Nou, dit kan je natuurlijk met calc-intersect doen. Maar dat ga ik lekker niet doen. Dat is te veel werk. 100 min 81 is 19. C is 0,19. Zijn we nu klaar? Nee, want het was een vraag met twee vragen. En onderzoek vervolgens of het werkelijke aantal bonte vliegenvangers in 2015 in de overeenstemming met de formule was. Nou, 2015. Dat is... T is... Nou, dat is 7 meer, dus T is 17. Dus dan zeggen we... V is 0,19 keer 17 in het kwadraat plus 81... Even uitrekenen. En dat is 135,91. En dan zeggen ze, het was 50% hoger dan in 1990. Dus hoeveel was het dan in 1990? Weten we dat? Oh, in 1990 was het 100. Oké. Dus. Ja. Zo hadden ze die indexcijfers bedacht, weet je nog? In 1990 is het 100. Dus dat betekent dat volgens trend. In 2015 35,9% hoger. Dan in 1990. En ja, 35,9 is geen 50. Hè? Het zit er zelfs niet in de buurt. Dus het stemt niet overheen. Geen overeenstemming. Goed, ik ga heel eventjes het bord. Je kan dit nog wel gebruiken. Oké, goed. Om de afname en toename van het aantal bonte vliegenvangers te verklaren, gebruiken onderzoekers een model waarbij ze uitgaan van precies twee typen bonte vliegenvangers, type A en type B. De vogels van type A starten eerder met broeden dan die van type B. In de loop der jaren is er steeds vroeger veel voedsel beschikbaar voor jonge vogels, waardoor er steeds meer vogels van type A en minder vogels van type B komen. Voor elk van de typen A en B nemen we het volgende aan. Het aantal volwassen vogels in de lente van het jaar N plus 1 is het aantal volwassenen uit het jaar N dat de winter overleefd heeft, plus het aantal jonge vogels dat er in jaar N bijgekomen is en die de winter overleefd hebben. Ja, want als die de winter niet overleeft, dan tel je niet mee. Er zijn evenveel volwassen mannetjes als vrouwtjes. Deze vormen allemaal paartjes. Elk paartje maakt een nest. Oké. Jonge vogels worden geboren in een nest. Ze zijn na een jaar volwassen of ze hebben de winter niet overleefd. Ah. Oké. Van beide typen overleeft 50% van de volwassen vogels de winter.
van type A vliegen gemiddeld 5,9 jongeren per nest uit. En van deze jongen overleeft 20% de winter. Voor type B is het ongunstiger. Er vliegen gemiddeld 5,0 jongen per nest uit. En daarvan overleeft 18% de winter. Met behulp van deze gegevens kan het volgende model worden opgesteld. Hierin is A en het aantal volwassen vogels van type A en B en het aantal volwassen vogels van type B. Leg uit hoe de formule voor type B tot stand komt uit de gegevens. Oh jee. Nou, oké. Okay. Dus. Dit was een vervelende vraag. Dus we zitten in de lente. Van jaar en. En daar zijn er zoveel vogels. BN. Nou, dan gaan we naar het volgende jaar. Hè? Dus we nu verder. Deze van de vogels die we nu hebben, die zijn allemaal volwassen. Hè? Daarvan overleeft 50% de winter. Dus dan heb ik in ieder geval 0,5 BN dat de winter overleeft. Maar ze maken ook nieuwe vogeltjes. Hoe dan? Nou, er zijn een half BN nesten. Er zijn evenveel mannetjes als vrouwtjes, dus een zoveel nesten. En elk nest produceert 5 jongen. Dus dat zijn 2,5 BN jonge vogeltjes. Kleine, lieve, zachte, jonge vogeltjes. En maar 18% overleeft de winter. Dus dit gaat dan nog een keer 0,18. En dan weet je hoeveel er over zijn. Dus plus 0,18 keer 2,5 keer BN. En als ik dit optel, dan kom ik hopelijk uit op die 0,95 BN. Dus laten we gaan kijken. 2,5 keer 0,18. Dat is 0,45 plus die 0,5. Ja, het is een harde wereld voor de vogels van type B. Hè? En voor type A ook. Dus inderdaad... het nieuwe aantal, BN plus 1, dat ben ik hier aan het uitrekenen. Dat is dit plus dat en dan kom je uit op 0,95. Dus ja, de formule is goed en deze redenering is een beetje vergezocht voor veel mensen. Nou, dat begrijp ik wel. En een beetje luguber. Oké, in het verleden waren er veel meer volwassen vogels van type B. Neem aan dat in een zeker jaar het aantal volwassen vogels van type B 5 keer zo groot was als het aantal volwassen vogels van type A. Bereken na hoeveel jaar het aantal volwassen vogels van type A dan voor het eerst groter is dan dat van type B. Oké. Nou, laten we eventjes de formules dan helemaal opschrijven. Dus we hebben A, N is 1,09 A, dus een toename van 9% per jaar met A, N moet hier staan. Met AN plus 1. Dus met AN plus 1. Oké, met A0 is 5 keer zoveel. Hè? Dus, er waren er meer van type B. Dus laten we zeggen dat er 1000 zijn van type A. En dat je BN plus 1, dat bereken je dan door 0,95 keer BN te doen. En dan krijg je hier B 0... Dat zijn er dan 5 keer zoveel, dus dat zijn er dan 5000. Deze dingen mag je zelf verzinnen. Ik kan ook gewoon zeggen dat dit 1 is en dit 5, maakt niet zoveel uit. Hoewel het met 5 vogels natuurlijk wel lastig is om 2,5 nesten te maken. Maar het is maar een model, dus dat maakt niet uit. Nou dit kan je op je rekenmachine doen in het rijenscherm. Dus dan ga je naar mode en dan ga je naar function. Dan ga je hier naar sec van sequence, deze.
Is het gelukt? Nee. Nog een keer. Mode. Sequence. Oké. Okay. En dan de n-min is 0. We beginnen met het jaar 0, zeg maar. En dan willen we een formule van dit format doen. En we kunnen natuurlijk gewoon zeggen van, maar als hier staat an plus 1, dan is het gewoon hetzelfde als an is 1,09 keer an min 1. En dan kan je gewoon het gebruiken zoals het hier staat. Maar je hebt een speciale optie boven in beeld om het type van je rij te veranderen in un plus 1. En dat doe je hier. Dan hoef je het namelijk niet te vertalen. In dit geval is vertalen makkelijk, maar soms zit er ook nog een letterlijke n in en dan is het lastiger. Dus waarom zullen we niet gebruik maken van deze mooie functie op onze grafische rekenmachine? Dus is die type A, die groeit met 9% per jaar, die begint bij 1000. En dan hebben we hier die type B, die neemt af met 5% per jaar. En dus dat doen we met V, second 8, hè. Kleine V, niet grote V, anders werkt het niet. Met hier je begingetal van 5000. Nou, dan maken we de tabel. Even kijken waar de tabel begint. Tubbelset. Kijk, mijn tubbelstart staat op nu 109. Dat schiet niet op. Tubbelstart moet 0 zijn. Dus kijk in de tabel. Dus nou, na 1 jaar scheelt het niet zoveel. En dan komt het steeds dichter bij elkaar. Zie je dat? Na 10 jaar... Na 11 jaar is die B nog steeds meer. Maar na 12 jaar is het opeens omgedraaid. Dus als je dit wilt toelichten, dan moet je gewoon die twee waarden, die 11 en die 12, even opschrijven. Dan zeg je van, kijk, bij 11 is het 1280. Nee, echt niet. Is het 2580? Ja. En die andere is 2844, dus dan is B meer. Maar bij 12 is het ene 2813, als ik het afrond. En die andere 2702. Dus dus dan zeg je na 12 jaar Ja. Oké, dus vergeet vooral niet even je tabelletje op te schrijven, want anders dan kost het 2 punten. Is jammer. Oké, volgende som. Oh, nog verder met deze som. In 1984 waren er 60.000 bonte vliegenvangers. Het totaal aantal vogels in dat jaar met TS0 in 1984 kan worden benaderd met de volgende continue formule. Hierin is A het beginaandeel van type A en B het beginaandeel van type B. Oké, dus het is het totaal aantal vogels, maar het gaat alleen maar over de vliegenvangers en niet opeens het totaal aantal vogels. Ja, oké. En die groeifactoren, die 1,09 en die 0,95, die hadden we al gezien. Oké, A is het beginaandeel van type A, B is het beginaandeel van type B. Dus in het jaar 0, 20% van type A is 80% van type B. Dan zijn er 4 keer zoveel van type B. Ja, in dat geval is er een minimum aantal bonte vliegenvangers in 1990. Oh. Oké, en daarna gaat type A het gewoon duidelijk winnen. En dan neemt het totaal opeens met 9% toe. Nou, niet precies, maar hoe langer je wacht, hoe minder het aandeel is van die B. We weten dat A en B samen 1 moet zijn, dus A plus B is 1. Nu kunnen we de afgeleide van N als functie van T met T is 0 in 1984 als volgt benaderen. Oké, we moeten gaan differentiëren. Nou, laten we gaan differentiëren. Dus we hebben deze formule. N als functie van T is gelijk aan 60.000 keer A keer 1,09 T plus B keer 0,95 tot de macht T. Zei ik hier tot de macht T? Ik bedoel tot de macht T. Dit moeten we dan gaan differentiëren. Nou, ze hebben die 60.000 gewoon laten staan. Dat kunnen wij ook. Dus N als functie van T, accent als functie van T, 60.000.
En dan differentiëren we gewoon tussen de haakjes. Die a is een constante, dus die blijft gewoon lekker staan. En 1,09 tot de macht t, hè, dat was een exponentiële functie. Dus hoe zat het ook alweer? Als de variabel op de grond staat, x tot de macht n, en gaat differentiëren, dan krijg je n weer x tot de macht n min 1. Maar bij een formule waarbij de x bovenin staat, heb je een exponentiële functie, is die formule totaal anders. Er zijn altijd een paar leerlingen die zeggen dat het x keer a tot de macht x min 1 is, maar dat is niet waar. Het is een exponentiële functie. De afgeleide van een exponentiële functie is evenredig met de functie zelf. Dus je krijgt hier de functie terug, keer de ln van het grondtal. Dat was het idee. Die a is een beetje ongelukkig gekozen hier, want die a speelt hier een andere rol, maar die a is hier het grondtal. Dus je krijgt hier a keer 1,09 tot de macht t keer de ln van 1,09 plus b keer 0,95 tot de macht t keer de ln van 0,95. Nou, dan moet je nog twee dingetjes doen. Die ln van 1,09 uitrekenen. Gelukkig heb je daar een rekenmachine voor. Dat is dan die 0,086 keer die 1,09 tot de macht t. En even met de vuldiging mag je de volgorde omdraaien. Dus je mag het getalletje rustig hier zetten als je dat graag wil. Plus, nou, a plus b was 1, toch? Dus dat betekent dat b gelijk is aan 1 min a. Dat hebben zij gedaan. Zo komen ze opeens hier aan de 1 min a. Dus dan krijg je plus 1 min a keer de ln van 0,95 is min 0,051 keer 0,95 tot de macht t. Dus ja, wat zij dan nog doen is zeggen van hey, ik heb hier een min, hier een plus. Dus dan halen we dat minteken hier weg, zetten we hem daar. En dan heb je hun antwoord. We willen onderzoeken met welke waarde van a en b dit model zou kunnen passen bij de waargenomen trend van de aantallen bonte vliegenvangers in de figuur. We zien dat dan het totaal aantal vogels minimaal moet zijn in 1998. Onderzoek met behulp van de formule van de afgeleide bij welke beginverdeling van type a en b het totaal aantal vogels minimaal is. In 1998. En die t was 0 in 1984. Hè? Dus eigenlijk willen we dit. We willen dat n als functie van t gelijk is aan 0 bij t is 1998. Dus t is 14. Oké, nou we hebben hier die formule. We kunnen daar gewoon 14 invullen voor t en dan eisen dat er 0 uit moet komen en kijken wat er gebeurt. Die 60.000 die boeit niet, hè, want dat kun je rustig doordelen. Dus daar ga ik lekker niet opschrijven. Dus we delen alles door 60.000 en dan krijg je a keer 0,086 keer 1,09 tot de macht 14 plus 1 min a. Oh, dat was min, hè, want we hadden die min ervoor gezet. Min 0,051 keer 0,95 weer tot de macht 14 en dat moet 0 zijn. Dus ja, allemaal smerige getallen. Hoge machten, veel dingen achter de komma. We gaan het even kalken intersecten. Dus dan gaan we zeggen, nou weet je, dit moet gelijk zijn. Hè? Dus dan krijgen we i1 is x keer 0,086 keer 1,09 tot de macht 14. En i2 is 1 min x. Keer 0,051 keer 0,95 tot de macht 14. En dit zijn dermate walgelijke getallen dat ik er eigenlijk zo weinig mogelijk mee te maken wil hebben.
Dus we gaan het gewoon aan de rekenmachine geven en die zoekt het maar uit. Oké, dus we hebben hier x keer 0,086 keer 1,09 tot de macht 14. En die andere wordt 1 min x. Het is gewoon lineair. Je kan het waarschijnlijk ook heel makkelijk algebraïs doen. Maar ik wil gewoon mijn handen een beetje afhouden van al die lelijke getallen. Wiskundigen houden helemaal niet van lelijke getallen. 0,95 tot de macht 14. En nou, die x staat tussen 0 en 1. En die uitkomsten, ja, die zullen ook wel tussen 0 en 1 zitten, denk ik zo. Laten we kijken of we iets in beeld krijgen. Dat is de ene. Dat is de ander. Oei, dat geeft een kleine waarde van a, hè? Dus zeg je calc intersect. Geeft. Ik heb helemaal geen calc intersect gedaan. Ik ga nog een keertje doen. Second trace intersect, optie 5. Met die first curve, second curve. Enter. En dan krijg je x is 0,079. En dat was die a, hè? Dus dat betekent dat in de verdeling heb je dan 8% van type a. En 92% type B. Dus er moet veel B zijn om het minimum lekker lang uit te stellen. Hoe meer B er zijn, hoe langer het duurt voordat je dat minimum hebt. Hoe langer het duurt voordat ze eindelijk weg zijn. Oké. Nou, zijn we dan nu klaar met die vogels? Ja, we zijn klaar met de vogels. We gaan het nu hebben over kindersterfte. Ook een leuk onderwerp. Een van de landen met de hoogste kindersterfte ter wereld is Mali in West-Afrika. Kindersterfte in een bepaald jaar is gedefinieerd als het percentage kinderen van onder de 5 jaar dat in een jaar komt te overlijden. In deze opgave wordt met kinderen steeds kinderen onder de 5 jaar bedoeld. In het jaar 1900 waren er wereldwijd naar schatting 33,1 miljoen kinderen, van wie er zo'n 12 miljoen in dat jaar kwamen te overlijden. Dat is best wel veel. In 2007 was het aantal kinderen met 380% gestegen ten opzichte van 1900, terwijl in dat jaar 2,8 miljoen minder kinderen kwamen te overlijden dan in 1900. Bereken hoeveel keer zo klein de kindsterfte in 2007 was als in 1900, geef je antwoord als geheel getal. Tjongejonge, ja, hier hoef je dus niet voor te kunnen differentiëren, om het even plat te zeggen. Ik ga even ruimte maken op het bord. Maar je moet wel goed kunnen lezen en zo. Dus laten we eens eventjes kijken. Laten we eerst eventjes kijken wat er in 1900 allemaal gebeurt. De kindsterfte is het percentage kinderen dat komt overlijden. Oké, nou, van 1900 weten we alles al. 12 miljoen kwamen er te overlijden. En er waren er 33,1 miljoen. En de kindsterfte is het percentage, dus dat keer 100%. Is dus 12. Oeps. 12 gedeeld door 33,1. Dat is een behoorlijk hoge kindsterfte van 36,3% of zo. We moeten ons antwoord op hele geven, dus ik neem aan dat het wel goed gaat komen. Voor de zekerheid zal ik hem even opslaan in A. Maar goed, nu moeten we naar dat andere jaar, die 2007. En het totaal aantal kinderen, dat is gestegen met 380%. En een toename van 380% is een vermenigvuldiging met 4,8. Hè? Een toename van 100% is een vermenigvuldiging met 2. Dus als ik het totaal aantal kinderen wil weten,
dan neem ik het totaal aantal kinderen in 1990. En dan vermenigvuldigen we dat met 4,8. En dan weten we het totaal aantal kinderen. Dus dat zijn er 158,88 miljoen. En daar kwamen 2,8 miljoen minder kinderen te overlijden. Dus het aantal dat het niet overleeft is dus 12 min 2,8 miljoen. En dat is 9,2 miljoen. Dus wat is dan de kindsterfte? Nou, dat is, heb je weer die kindersterfte is 9,2 gedeeld door 158,88 keer 100%. Geeft ons, in dit geval heb ik al, dus doe ik 9,2 heb ik uit mijn hoofd gedaan, maar is wel goed toch? Vast wel. Oké, gedeeld door dit. Zo. Kom ik uit op 5,79%, 5,8%. Hoeveel is het lager? Nou, dan moeten we dus dit getalletje delen door het getalletje in die A. Dat zijn de getalletjes waar ik niet keer 100 heb gedaan, maar dat boeit niet. En dan heb je het verkeerd omgedaan, dus dan moet je nog even tot de macht min 1 doen. Zo. En dan kom je uit op 6 keer zo klein. Dus even de berekening. Ja, ik heb het verkeerd omgedaan. Je hebt die 36,3%. Die deel je door die 5,8%. En dan komt hier ongeveer op hele het getalletje 6 uit. Dus de kindsterfte 6 keer zo klein. Oké, dat was wereldwijd. Maar nu gaan we kijken wat er in Mali is gebeurd. In Mali nam het aantal kinderen in de periode 1960 tot 2015 flink toe. We gebruiken hiervoor het volgende model. Ja. Hierin is K, het aantal kinderen in Mali en de tijd T in jaren met T is 0 op 31 december 1960. Waarom nou weer 31 december 1960? Het aantal kinderen wordt net als de kindsterfte aan het eind van ieder jaar bepaald. Het aantal kinderen wordt aan het eind van ieder jaar bepaald. Oké. Okay. Maar dan heb je dan de kinderen die het dan niet hebben overleefd, zitten die er dan nog bij? Vast niet, toch? Nou ja, oké. Okay. Interessant. Ik heb trouwens al gezien dat mensen bij som 18 al zoiets hadden van hey, de kinderen die het niet hebben overleefd, moet ik hier al van aftrekken of zo. Dus, Nou ja, zonde. Laten we even kijken. Bereken zonder waarde voor K uitrekenen het percentage waarmee het aantal kinderen in Mali volgens formule 1 elke 10 jaar toeneemt, geef je antwoord in 1 decimaal. Oké, nou, dit kan op een aantal manieren en ik wil graag twee manieren even laten zien. Één manier is, laten we de formule even overschrijven, K is 240.900 keer e tot de macht 0,0203. Kijk, dit hier, dat is de groeifactor per jaar. Waarom een jaar, meneer? Nou, t is een jaar. En als t een jaar is, is dit automatisch de groeifactor per jaar. Dus de groeifactor per jaar is, even uitrekenen op de rekenmachine, 0,0203 is dit, 1,02 puntje, puntje, puntje. En als je dan de groeifactor per 10 jaar wil weten, ja, dan moet je het tot de tiende doen. Dus dan doe je 1,02 puntje, puntje tot de tiende. Zo. En dan krijg je dit, 1,225 puntje, puntje, puntje. Dus groeipercentage per 10 jaar, dus 22,5 met de correcte afronding per toename van 20% per 10 jaar. Dat is wat ze wilden dat je zou doen.
Zij wilden niet dat je 0 ging invullen voor 2 en 10 invullen voor 2 en dan die kaas berekenen en dan de nieuw benauwd gewilde oud doen. Wat je wel kan doen is realiseren dat deze voorfactor helemaal niet boeit. En dan kun je gewoon alleen maar die groeifactor, alleen maar je berekening doen zonder het begingetal, zeg maar. Dus dan krijg je dit. Dan krijg je het hier keer 0. Nou, 1 tot de macht 0 kan ik uitrekenen, dat is 1. En als je hier dan je tot de macht 10 keer dit doet. Hè, dus dan krijg je hier e tot de macht. Ja. Of nee, ik denk nee. Oké, en dan krijg je hier meteen je 1,22,5, zie je dat? En dan heb je ook dit antwoord. Dus dan reken je niet de hele k uit, maar alleen maar het stukje van k wat je interesseert. En dat mag wel. Het is waarschijnlijk niet de intentie geweest van de makers van deze som. Want je moest natuurlijk het inzicht hebben van groeifactor. Maar ja, als je dat niet hebt, of wel het inzicht hebt dat die voorfactor dat die niet belangrijk is, dan kan je dat dus gewoon uitrekenen. Hallo. Oh, ja, dat is leuk. We zijn een filmpje aan het opnemen. Ik ben een examen aan het bespreken. Dus kunnen de vragen misschien even wachten? Ja, dat kan, als je geduld hebt. Oké, dan gaan we naar de volgende som. Dat is som 19. Ze zeggen... Oh nee, som 19 hebben we net gedaan. Het aantal kinderen S dat jaarlijks in Mali komt overlijden, kun je berekenen door het totaal aantal kinderen in Mali te vermenigvuldigen met het deel van de kinderen dat komt te overlijden. Oké, S is 0,01 keer P keer K. Laten we dat even opschrijven. Dus 19. S is 0,01 keer P keer K. En wat was dat dan? P, dat was dat sterftecijfer. En wat was K dan? Staat het hier? Oh ja, dat was het aantal kinderen, daar hadden we die formule voor. Oké, in 1960 was de kindersterfte in Mali 41,2%. In 2015 was die percentage gedaald tot 11,4%. Neem aan dat de afname van het percentage P in de periode van 1960 tot 2015 lineair is verlopen. Formule 2 kan met behulp van deze gegevens worden herleid tot bla bla bla. Oké, formule 2. Wat is ook weer formule 2? Ja, die formule. Oké, en we hadden ook de formule voor K. Oké, nou laten we eerst eens eventjes die formule voor K hier invullen in die formule voor P. Dan hebben we tenminste iets. Dus dan hebben we hier die S is 0,01 keer die P, maar die P weten we nog niet. En die K, dat is die 240.900 keer e tot de macht 0,0203. T. Oké. En dan moeten we die P nog hebben. En voor die P, daar staat hier een stukje tekst wat die P is. In 1960, dus we moeten even kijken naar wat T ook weer was. T is 0. Oh ja, oké. T is 0 was 1960. Dus T is 0. Daarbij hoort P is 41,2%. En bij T is 2015, dus dat is 55 jaar later, dus dat is T is 55. Daar hoort P is 11,4%. En hiermee kunnen we een lineaire formule maken van de vorm P is A keer T plus B. De richtingscoëfficiënt is de verandering van P gedeeld door de verandering van T. Nou, de verandering van T is 55 en de verandering van P... Het is een afname, dus er moet een negatieve richtingscoëfficiënt uitkomen. Dat is 11,4 min 41,2. Dus 11,4 min 41,2 gedeeld door 55 geeft een richtingscoëfficiënt van 0,5. 4 puntje, puntje, puntje. Dit slaan we even op in A. Je weet maar nooit of we het nodig hebben. Goed. En dan kunnen we het begingetal berekenen door... het begingetal weten we al. Dat is gewoon die 41,2. Dus P is min 0,54 puntje, puntje. Keer T plus 41,2. En
Deze formule voor P die kun je dan vervolgens hier invullen. En dan krijg je dit. S is... Jij kan het ook zien, toch? Ja, dan heb je nog iets te doen. S is 0,01 keer min 0,54 puntje, puntje, puntje keer T plus 41,2 keer dat andere mogelijke getal 240.900 keer E tot de macht 0,0203 T. En dan hun formule, die lijkt er erg op, maar zij hebben dan al die dingen nog even met elkaar vermenigvuldigd. Dus zij doen dit en dit. En dat moeten we ook doen. En dan komen we hopelijk uit op hun antwoord. Dus die eerste, je krijgt 0,01 keer de ans keer de 240.900. En dan kom je uit op min 1305 keer t, hè, dan was hier nog een t. En die kommagetal schrijf ik niet op, want ik heb hier ook al mijn min 1305, daar ben ik blij om. En dat andere getal is die 0,01 keer die 41,2 keer dit getal. Dus 0,01 keer 41,2 keer 240.900. Zo. En dan kom je uit op die 99.251. Ja, dat hebben zij ook. Dus dat maakt mij blij. Keer dan nog die E-macht die er zo lekker buiten staat. Oké, dat is een hoop werk voor drie punten, vind ik. Maar goed, we zijn bijna klaar. Er zijn 22 vragen, we hoeven er nog maar twee. In de figuur zie je de grafiek van S. In de grafiek is te zien dat het aantal kinderen dat jaarlijks in Mali overlijdt na 1960, dus vanaf T0 eerst toenam en pas later begon af te nemen. Stel de formule op van de afgeleide van S en toon met behulp van deze afgeleide aan dat volgens dit model de afname van het aantal kinderen dat jaarlijks in Mali overlijdt na 1990 steeds sneller gaat. Oké. Maar T is 0. Heb ik nou de goede T is 0 gepakt? Ik heb vast de goede T is 0 gepakt. Dat is ook weer T is 0. Dus elke keer een andere T is 0 in dit examen. Oh, dat was 1960. Oké, goed. 1960, 1990. Dus dit is in 1960, dit is in 1990. Je moet laten zien dat het vanaf hier toenemend dalend is. Oké, dan pakken we onze formule. En die hebben we hier gelukkig staan. Nu gaan we differentiëren. En dit is een product. Hè? Er wordt een lineaire functie vermenigvuldigd met e tot de macht. En als je een product differentieert, moet je eerst de ene differentiëren en de ander laten staan. En dan de ander laten staan en de ene differentiëren. Dus je krijgt hier eerst deze differentiëren. Bijvoorbeeld, dat geeft min 1305 keer e tot de macht 0,0203 t. En dan plus, en dan moeten we die laten staan. Dus dan krijg je min 1305 keer t plus 99.251 keer de afgeleide van die E-macht. En de afgeleide van die E-macht, hè, jullie weten dat de afgeleide van E tot de macht X gelijk is aan E tot de macht X. En als er nog een getalletje voor die X staat, dan wordt het getalletje ook uitgespuugd door de kettingregel. Dus dan krijg je hier plus 0,0203 T keer E tot de macht 0,0203 T. Oké, dit ziet er een beetje smerig uit. Is ook niet helemaal super leesbaar. Maar wat we kunnen doen is even die E-macht buiten haakjes halen. En dan heb je binnen de haakjes dit over. Dan heb je 1305 plus tussen haakjes min 1305 t plus 99.251. En dan deze zooi gaat dan nog een keer die 0,0203. Ik heb hier een t opgeschreven. Ik heb geen idee waarom ik dat heb gedaan. Die t moet hier niet staan. Zo. Alleen de voorfactor die komt eruit. De variabele komt er niet uit. En dit hele ding gaat dan nog een keer die e-macht. Nou, die e-macht boeit verder niet. Die e-macht zelf die is positief. Dus het interesseert nog niet zoveel. We gaan dit even uitwerken. Dus je krijgt min 1305, min 1305 keer t keer dit. Dus dan krijg je
min 1305 keer 0,0203. En dat is die min 26,4915. Ik maak er eventjes 26,5 van. Keer t, want nog een factor t. En dan krijg je ook nog plus die 99.251. Wat een walgelijke getallen zijn dit. Keer 0,0203. En dan kom je uit op 2014 en een beetje, laten we zeggen 2015. Keer die e-macht die ons niet boeit. Oké, dus dan doen we die 1305, de min 1305. We maken even de min van door een keer min 1 te doen. Plus 2015. En dan komen we hier uit op een soort van tussenantwoord. Dit is 710, ongeveer min 26,5 t. Oké, nou, dit ding was positief, dat hadden we al gezien. En dit ding, dat wordt op een gegeven moment negatief. Wanneer wordt het negatief? Nou, als dit nul is. Dus laten we even kijken wanneer het nul is. Wanneer is 710 gelijk aan 26,5 t? Nou, dan is t gelijk aan 710. Deel door 26,5. En dan kom je uit op 26,79. Dus na t is 26,79. Is s accent negatief. En dalend. Hè, vanwege hier dat dit getal dat dit steeds negatiever wordt. Maar ja, dat betekent dat de oorspronkelijke functie dan is s toenemend dalend. Oké, nou, een heel gedoe. En hoe weinig punten krijg je daar dan voor? 4 punten. Nou, nog één vraagje. Gaat over schaatsen. Bij het lange baan schaatsen spelen rondetijden een belangrijke rol. Bla, 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 bla. Veel schaatsers proberen op de middellange afstand hun race zo in te delen dat ze elke ronde iets langzamer rijden dan de ronde ervoor. En dan kunnen ze tussendoor een beetje uitrusten tijdens het schaatsen. De toename van de rondetijden wordt verval genoemd. Een schaatser die bijvoorbeeld eerst de ronde van 36 seconden aflegt en daarna 39 seconden heeft een verval van 3 seconden. Dan hebben we een schaatser, die een amateur schaatser, Piet Versnel, die is aan het trainen om de 3000 meter in minder dan 5 minuten af te leggen. De 3000 meter bestaat uit een stukje van 200 meter en dan nog 7 rondjes van 400 meter. Dus laten we dat even tekenen. Dus we hebben hier die 3000 meter. We hebben hier 7 gelijke stukjes. Dat zijn de rondes. Gelukt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, zo. Wonderlijk. En dat eerste stuk is dan die 200 meter. Dus het begint op tijdstip 0. En de eerste 200 meter die legt hij af in een afstand in een tijd van 23,3 seconden. Oké. Piet weet dat hij over de eerste volledige ronde 65% langer doet dan over de eerste 200 meter. Oké, dus hoe lang dit duurt is dus 1,65 keer 23,3. Hij doet er 38,445 seconden over. En dat doet hij hier ook over. Maar hier doet hij dan steeds een stukje langer erover. Dus hier heb je datzelfde getalletje plus v. En hier heb je datzelfde getalletje plus 2v. En hier heb je datzelfde getalletje plus 3v. Plus 4v. Plus 5v. En plus 6v. En dat in totaal willen we dat het in 5 minuten is. Dus het moet 5 keer 60 zijn, ofwel 300. Oké, nou dit kunnen wij. Want hoeveel V's zijn dit? Nou, dit zijn er 3, 6, 10, 15, 21 V's. Dus we hebben de 23,3. We hebben de 38,445
hebben we 6 keer. Of 7 keer. 1, 2, 7 keer toch? 7 keer. En we hebben die V, die hebben we 21 keer. Dus 21 V. En dit moet samen gelijk zijn aan 300. Dus dat is een lineaire vergelijking. Dus die kunnen we oplossen. Laten we even die 23,2 optellen bij de 7 keer 38,445. En dan halen we dit af van de 300. Zo 300 min dit getal. Dus dan komen we uit op 21V is 7,585. Dus dan is V gelijk aan dit getal gedeeld door 21. En dan komen we uit op een verval van 0,36 seconden. Oké, hebben zij dat ook? Ja, dat hebben zij ook. Dus ja, ik realiseer me dat ik eigenlijk hier de vraag helemaal niet goed heb gelezen. Maar ik ken stiekem de vraag al. Dus hopelijk is het toch op een of andere manier duidelijk. Dat was een leuk examen, hoop ik. Dus ik dank jullie voor de aandacht. En dan zeg ik tot de volgende keer. Dag! Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen, snel die huil. Pieter, maak je huiswerk. Hij kan zien als je het onverschrijft. Hij kan zien als je het overschrijft. Meneer Snel, bro, ja, dat is een feit. Fabio of universiteit. Meneer Snel, die zorgt dat jij bereikt. Tienen halen, je zou niet gaan vallen. Deze les is gratis, je gaat niet betalen. Om meneer Snel fout niet te haten. Vertel je moeder of vertel je vader. Ja, dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen, snel die huil. Pieter, maak je huiswerk. Hij kan zien als je het onverschrijft.